Ik ben Gabriel Gomes-Parros, ik ben 18 jaar, ik studeer aan het FAVO Rijnmond College en ik ben de lijsttrekker van Jong Rotterdam. Het punt dat we over hebben genomen van de Rotterdamse Jongerenraad is dat de politie meer in de belevingswereld moet komen van de jongeren en de jongeren wat meer in de belevingswereld van de politie. Iedereen mee moet kunnen op schoolreisjes of andere activiteiten mee kan doen op school. Omdat het moet niet aan je financiële thuissituatie liggen of jij wel of niet mee kan doen met zulke activiteiten. In 2016 is er onderzoek gedaan naar de democratie in Nederland onder jongeren. En toen is gebleken dat jongeren in Nederland minder over democratie weten dan andere jongeren in soortgelijke Europese landen. En dat vinden we best wel zorgelijk. Vandaar dat we willen dat er 10 minuten ingeruimd wordt iedere commissie en raadsvergadering, zodat jongeren hun zeg kunnen doen. En het moet af van dat moeilijke politieke jargon, omdat dat is niet aantrekkelijk voor jongeren. Ik kom zelf uit de jeugdzorg, dus ik weet wel dat er best wel wat kritiekpunten zijn. Zo moet er passende zorg zijn voor iedereen. In de jeugdzorg moet je zorg krijgen die aansluit op jouw behoeftes. Ook een heel belangrijk punt zijn de crisisopvangen. Je ziet nu toch dat de doorstroom op crisisopvangen best wel moeilijk gaat. En dat jongeren die daar maar 3 maanden moeten blijven, er uiteindelijk 9 maanden blijven. En dat vinden wij zorgelijk. Je ziet ook dat jongeren, kinderen en jongvolwassenen anders kijken naar de wereld dan volwassenen dat doen. En ik vind dat zeker een hele toegevoegde waarde om ook jongeren hun stem te laten horen. Omdat 1/3 van de stad toch bestaat uit mensen van 0 tot 24 jaar. En die moeten ook een stem hebben.